Maak de deur maar open. Oh, je hebt hulp nodig, tuurlijk. En dan hou ik hem wel. Dit zijn van die leuke kistjes dit, hè? Kons. Hé, die kan iets op je wapen zetten. Zit nou weer? Weer kistjes? Oh kijk, als je op pijltje omhoog doet. Oh, hulp nodig. Sommige kisten moet je met z'n tweeën doen. Wat, een pijltje omhoog straks? Nee, grote knop. Wat hebben we nou gekregen? Extra leven of zo. Oh, als hier. Als je een grote knop kan je bij je wapens. Ja, ja, klopt. Welke dingen kopen? Ja, dat is denk ik met die punten die we pakken elke keer. Ja, kijk voor een keer wat naar. Ik zie ook trouwens jou, bij jou rechts zie ik jouw hoofd. Zie je ook mijn hoofd of niet? Ja. Zie je dat rechts of niet? Ja, ja. Ja, nu zie ik bij jou twee hartjes. Net had je maar één hartje. Ja, net toen we die kist open maakten, kreeg je een hartje erbij. Ja. Yo, kijk dit dan. Als jij eerst springt, spring ik daarna, joh. Nee. Oh ja, dit is trouwens, dat moeten we even overleggen. Je hebt soms hele groepen en dan heb je een commando, hè. Weet je, je hebt echt zo iemand een commando, die heeft echt zo'n pak aan, weet je wel. Zo'n, ja, ja. Met zo'n, zo'n muts op, zo'n hoed op, weet je wel. Die moet je eigenlijk als eerste pakken, maar soms zijn het de twee, soms zijn het de drie. Die moet je eigenlijk als eerste en dan stelt pakken. Want hun gaan dan mensen roepen, weet je wel. Ja, ja. Als je die als eerste neerhaalt, dan komen er volgens mij niet meer. Maar als je die wel laat leven... Oh, kijk, 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 ja, zo eentje. Kijk, die moet je gewoon als eerst pakken. Maar soms staat hij dan helemaal achteraan, weet je wel. Dan moet je of heel sneaky doen, of... Weet je wel. Sold it. Waar ben je? Ja, ik ben even aan het kijken. Er staat hier, als je naar beneden doet, dan doe je cloak ability. Dan word je onzichtbaar, weet je wel. Kun je niet trouwens door, hè? Yo, achter je was net iemand hier op de trap, hè? Was je? Kom versterking, jawel commandant, hoor je dat? Er was ergens nog een commandant. Jawel, jawel! Dus er komt nu versterking. Ik ga wel even hierboven kijken. Oh, hier zijn ze, bij mij. Zit in de keuken. Of je de andere kant. Oei. Maar de vraag is die commandant nog in leven? Want... Wow! Yo, ze zijn wel aan het schelden hoor, die twee joh. Ho 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 ho. Ben je hier nog of niet? Oh, ik kan niet. Ja, ik moet zo sushi eten. Kijk, 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 kijk. Commandant zit achter. Oh. Oh. Ik ben level 2 joh. Soms schrik ik wel van die melding hoor. Kijk, die commandant die leeft daar nog, joh. Nou niet meer. Masho. Oh, rechts, joh. Alarm, blijf maar afgaan, joh.
Nou, dat was het toch wel. Je kan niet even bij de sushi bakker of sushi eten, dan ga je dingen doen. Oh ja, ja, ik ben helemaal vol. 73 weapon upgrade. Kijk, laten we nou. Ik wil wel piano spelen. Was vader Jacob, hoorde hij dat? Vader Jacob, hoor je. Oké, next. Sophie needs you. We kunnen niet alleen. Wat moet ik doen? Oh, nu pas. Hoezo probeer je het dan eerst, weet je wel? Een boxie. Hier is een dingetje. Zal we uitleg krijgen? Een dubbel jump, joh. Nou. Hop. Hop. Oh. Maar welke kant moet op? We kunnen allebei de kant op. Waar is die comment? Nee, dit zijn technieken, mannetjes. Doe een zaken. Wat ligt hier? Oh, een throwing knife. Hoe doe je dat? Wat kan je linken? Wat kan je linken? Ja, maar oh, ik kan het ook eentje gooien. Er is hier een throwing knife, ja, hoe doe je dat? Oh, wacht, krijg je uitleg natuurlijk. Vierkantje. Oh, rechts 3. Als je erop mikt, gewoon rechts 3. Ja? Nu 3. 3, 2, 1. 1. In zijn rug en dood. Ja, echt hè? Gewoon one shot van. Dit is echt fijn. Dat is wel fijn, die throwing knife, joh. Oh, ik heb ook een throwing. Andere shit. Ik heb nu een throwing. Je zet een throwing hatch zo. Ja, ja, ja. Ik kan daar niks mee. Maar waar moeten we nou heen? Oh, we moeten hier natuurlijk opsteken. Ja. Hey Jess, you went hunting with dad. Kijk, we moeten hier heen, maar dan moeten we denk ik omlopen. Dat is denk ik te hoog. Loop wel om. Oh, hier. Oh, kijk, hier is ook spullen in, joh. Oh, nou ook mijn ding op de grond gooit. Mijn throwing en nog wat. Hey, kan die wat ook maken? Gewoon kopen. Ik kan er niet op, hoor. Ja, je moet via die achter, andere kant. Waar we vandaan komen, zeg maar. Ja, daar ja. Dan kan je ze in één keer erop komen. Godverdomme. I just love these cute little mini computers. Ja, ja, ja. Should be something interesting to read on it too. En nou? Ja, ik ben hier boven, maar je hoeft hier niet per se. Let's go. Hier moeten we iets doen, moet toch? Moet nog meer omhoog, hoor. Oh, nog verder omhoog. Vanaf waar dan? Is het wel waar ik net was dan? Oh, denk het wel. Ik zie dat niet. Ja, hier was ik net ook. Oh, je moet hier nog verder. Oh, hier is een kist wel. Oh, ja, die heb ik net opengemaakt. Hier was ik net. Kom, je kan daar niet zoveel. Je kan er lang pakken wat je wil. Oh, hier is het, joh. Oh, joh. Komt ook in één keer tevoorschijn, joh. Het is wel een beetje donker hier, hoor. Oh, dat was ook de bedoeling. Nu is je vlek, hoor. Ik denk al, hoezo is het zo donker hier? Ik ben wel een pistool.
van, joh. Gaan we nog wel goed ofzo, of? Ja, man, moet je zeggen dat we serieus een jump moeten doen? Yo, en dan ben ik weer boven, wat is dit nou, joh? Ik kan die jump gewoon maken. Zo. En nu? Door dat gat heen hier ofzo. Ja. Ik ben helemaal beneden. Waar kan ik me weten? Hoi. Oh, daar. Kijk, hier is een gat. Hier is een kistje. Ja, die heb ik net geopend. Hier is ook nog iets. Oh, mijn storm. Oké, laat gewoon het gat heen gaan. Oh, is het ook een kist nog? Nee. Hoe pakt hij net die zaklamp ook alweer? Goh, als je, nou, je naar rechts gaat, in ieder geval uit. Hoort dan weer, joh, van die klanken, joh. Oh, welke guns beter zijn ofzo? Have protect barriers need destroyed before you can damage to them. Some weapons work better. Zag je dat? Wat dat betekent? Soms heb je van die mannetjes, weet je wel. Dan zie je boven van die... Oh, hier heb ik een throwing knife. Hier ook, oké. Zie je van die mannetjes, die hebben dikke armor, weet je wel. En dan zie je rechts onderin, zie ik bij mijn gun, dat zie ik een vierkantje onderstaan, onder mijn kogeltjes. Ja, bij mij ook. Ja, maar bij sommige wapens, dan zijn het andere figuurtjes. Oh ja, bij deze heb ik andere figuurtjes. Maar ik heb bij deze, bij de Storm Gallery, heb ik vierkantje. Ja, bij sommige is het vierkantje, bij sommige is het streepjes. En dan, als je zeg maar zo'n mannetje met dikke armor, en je hebt vierkantjes boven zijn hoofd, dan moet je met een wapen schieten met die vierkantjes. Dan schiet je ze eerder kapot. En anders, als je aan die streepjes hebt, dan moet je een wapen met streepjes hebben. Maar als we hier springen, zullen ze ons dan gelijk zien, of? Daar loopt al iemand. Misschien kunnen we eromheen. We kunnen ook hier zo. Oh. Ja, hier is gewoon feest, joh. Disco. Moet even kijken of het ergens zo'n commander is, hè? Eentje het onder ons, zie je dat? Nee, dat is zonde. En rechts, die kunnen wel gewoon toch... Het zijn allemaal robots, joh, dit. Oh, wat zit daar in één keer in het midden, joh? Oh, eentje hebben we bijna gezien. Ze komen echt allemaal ons kant op. Eentje komt trap op. En hoe kan dat, joh? Hoe kan die ons zien? Maar in ieder geval, die boss moeten we even snel neerhalen. Ik weet niet wat dat... Oh, vlammenwerp of zo, joh. Hey, die bos naar boven. Oh, ik heb een commandant, ik heb een commandant. Oké, nice, nice. Ik ben bijna neer trouwens. Ik heb maar 17 held, joh. Oh, ik ben neer, joh. Ja, er zat zo'n mannetje achter me, joh. Oh, dit gaat echt heel snel. Oh, je bent er al. Je gaat wel heel snel neer, joh. Daar is nog een commandant, joh. Nog een commandant. Ja, ik ben weer neer. Je hebt maar heel weinig geld als je terugkomt. Ik ben naar buiten gelopen hier. Hier buiten is niemand. Hey, where are you, Soph? I need assistance. I need assistance. Ja, I know. Ja, ik krijg maar heel weinig geld, joh. Ah. Ik kom echt terug tot leven en ben weer bijna neer. Oh, nou ben ik helemaal vol. Ja, ik had iets gegeven, zo. Yo, die baas bij mij, joh. Hij pakt me op. Oh, ik heb die baas genuift, joh.
heb geen kogels meer in mijn ene wapen. Gewoon met shotgun aan het gaan nu, hoor. Heb ik nu wel weer kogels verdiend? Nee, nog steeds niet, joh. Ik ben als een vlammen headshot pakken. Ja, bij sommigen wel, hè. Sommigen hebben van die hele heftige wapens, weet je. Dan kan het wel. Ah, ik heb geen kogels van mijn AR. Ja, ik ben ook op zoek. 0,0, joh. Zullen we anders een dance battle houden of niet? Oh, ik heb 20 kogels. Ja, ik zet ze. Oh, waar leg je ook van die coins, joh? Ja, ik kan zien, hoor. Oh, van die robots ook, hè? Ja, even trommelen. We kunnen hier ook even trommelen. Oh, kom, laten we gaan. Ik heb maar echt maar 20 kogels in het wapen, joh. Ja, ik heb ook maar AR. Een speakertje. Maar moeten we allebei nou weer een kant pakken of? Ja, we moeten allebei een kant pakken. Oh. Moet dan een hendeltje trekken. Hey. Hallo. Hallo. Was ongelopen, ik hoop dat wel. Oh ja, maar ik hou niet zo van bukken. Ik heb een beetje een zwakke rug. Dat is kut. Er zit ook weer voor kamer, joh. Heads up, girls. Just got intel on the general. He's apparently trying out a new range of Nazi power suits. So be careful. General is hier ergens. Sure thing, Abby. Hier is een kist. Ik moet er met z'n tweeën weer. Extra helft erbij. Kijk, die had ik nodig. Kom, jij moet aan de andere kant staan. Ja, maar even kogeltjes, joh. Ja, oké, ja? Ready? Ja. Oh, scheiße. Ja, maar hoe moet je dit aanpakken? We hebben nu maar één hartje. Ook maar één hartje, ja. Hoe moet je dit aanpakken dan? Ik weet niet, hij komt eraan. Moet hem gewoon neerschieten. Maar vorige keer, dat was gevaarlijk. Hier komen mannetjes door deze deur. En toen werden we echt gepakt gewoon. We kunnen beter gewoon boven blijven. Maar weet je wat irritant is? Ik heb nog geen kogels nu voor dit. Oké, ik ben boven hier. Maar kijk, als hij dat doet, moet je echt uitkijken, joh. Oh. Hij is boven, hij is bij jou, jouw kant. Maar hij raakt me gewoon, hè, van alle kanten. Zie jij hem nog? Ik ben boven. Ja, ik ben weer in het midden. Ik kan hij is niet meer, weten, hij is in het midden boven. En loopt hij? Hij is nog steeds boven. We moeten gewoon goed in de gaten dat die andere mannetjes zo komen. Ja, maar het kan wel omdat jij in één keer dood komt, als je naar beneden. Ja, nee, omdat die mannetjes daar kwamen. Ja, dat doe ik. Maar ik heb weer bijna geen kogels meer voor het. Ik heb trouwens helemaal gekozen voor die ene wapen. Ik kan wel deze gebruiken. Ja, even anders leggen.
Ja, ik ga weer heel hard neer, hoor. Ja, ik gewoon dood. Ja, die man is puur op ons aan het focussen hier. Ja, ik ben... Nee, ik ben nog niet neer, hoor, maar... Ik heb een boost gegeven. Ja, ik ben nu bijna wel neer. Nee, ik heb nog maar 10 health, joh. Ik ben weer neer. Maar waar... Oh, wat hier? Ook nog een deur hier. Of niet? Hier lag een armkitje. Oh, hier kun je ook gewoon even naar buiten. We hebben wat meer ruimte dan. Oh... Kijk, die kunnen we alvast neerpakken nu, weet je, die neer al die mannetjes. Kogeltje oppakken. Kijk voor die straal. Wow, net op tijd. Als je pijltje omhoog kan doen, moet je het gewoon doen, hè. Oh, goed hè. Kijk, daar krijg ik geld. Bij mij krijg je armor erbij, als ik dat doe elke keer. Maar ik heb niet alweer nodig, armor. Ja, ik kan hem dan hebben. Bijna kan ik hem doen. Voor mij krijg je alleen baan 25 armor. Armor is armor. Hij is bijna neer, of niet die man? Zijn shield is wel bijna weg. Het witte. Daarna gaat hij denk ik wel heel snel neer, hoor. Oh, ik ben 1 op 1. Ik heb nu shield gedaan. Oh, ik heb ook zo'n ding niet kunnen pakken. Hij zit... Ja, ik kan shield nog. Ja, hij heeft nog, hij heeft nog wel. Aan een heel klein streepje. Ja, hij komt, ik ben even naar buiten gaan, hoor. Ik moet die shotgun ook hebben, man. Hij is hier, hij is buiten, joh. Hij gaat bijna neer nu. Ik kom met een shotgun achter hem. Lekker. Oh, waar gaat die motor ook in? Hier, ik schiet hem nog even. Lekker, joh. Lekker, hoor. Die shotgun, hè? Ja, maar van, die was echt goed. Maar van dichtbij ook, joh. Van ver doet hij niet heel veel, maar dat is meestal mijn shotgun. Ik had het geluk dat ik jou kon revive daarvan, hoor. Ja. Maar hij deed precies die boost op mij, joh. Zo, ik gooi het shotgun op! Ja, moet wel, joh. Wolfenstein, Youngblood, game uitgespeeld. Ja, dat was het alweer. Mm. 1 week earlier. We gaan terug in tijd, een week. Ja, open up. Grace. I'm sleeping over. Cool. Children, can you give us a moment? Hello. Ugh, children. Hey, what's that, Abby? A listening device. Looks like something out of Arthur and Kenneth. Built this thing? Yep. Who are Arthur and Kenneth? You're telling me you haven't read The Covert Adventures of Arthur Pennington and Kenneth Van Holzhauser? Man, what rock have you been living under? Here, take it. No time for reading fiction. So Arthur and Kenneth are super spies, right? And they go on. No, shut up, shut up. Listen. Calls, no letters, and I searched everywhere. He just vanished. Well, my agents inform me
that he left the country under a false identity about 4 weeks ago. But after that, the trail went cold. Anya, did you notice anything peculiar about his demeanor lately? No. I don't know. Depression, maybe. Sometimes he doesn't talk for a day. Just like in the asylum. You know how he is. Always brooding. Yeah. I can't go after him, Grace. I have to stay here and watch over my girls. You are the head of the FBI. Isn't there anything you can do? Listen, trust me, if there was anything any of the agencies could do, girl, you know I would be all over that shit. You know what the bottom line is? He doesn't want to be found, Anya. And if BJ fucking Blazkowicz doesn't want to be found, there is nothing and no one on God's green earth that's gonna find his ass. Yeah. Yeah. It's fucked. Screw this. They won't look for him. No one ever does anything. Losers. Got. No, we gotta do something. What would Arthur and Kenneth do? They're characters in a book, Jess. I know that, asshole. I'm thinking out loud. I'm getting something from upstairs. There's nothing up there. Whoa. Wow. None of you knew this was here? Negative. What the hell is this place? Check this out. That's Seth's handwriting. Who's this? Codename Blackbird. Paris Catacombs. There you have it. That's your lead. He's in Paris. You know, if we say something, they aren't gonna do jack shit. Well, I guess it's just up to us then. I say, what time is it? I think it's time for Arthur and Kenneth to blustrate this sticky wicket. Fuck yeah! You guys are weird. You. Annie's a professional. What do you think you're doing? We're going to the hamburger bar, mother. Abby, get back here right fucking now. You're breaking up. Abby! Let me show you something. Whoa. Where'd you get these power suits? Made them. All the Nazi generals have these nowadays, so you will need it. Holy fucking shit. Whoa. You're pretty awesome, Abby. I just finished one of Seth's projects. It was a dus al die top generalen, die hebben zo'n pakken. No wonder Grace wants you to join. Dus we krijgen nog wel een paar keer zo'n gevecht als net. Maybe she'll send you to juvie instead. Sounded pretty mad, just want a ride. You think she cares what her mother thinks? I don't care what anyone thinks. Are you Blackbird? And who might you girls be? I do not want to do that shit again. Well, stewardesses. Just like Daddy told us.